dat je weer kijkt naar deze tweede dag van de SGA Vakdagen. Vandaag nemen wij van Schilders TV je weer mee over de hele beurs. Goedemiddag, heren. Wat hebben jullie bij jullie? Geen idee nog. Maar deze heb je net ontvangen? Een latex emmer en een kwast zit hierin en foldertjes en alles. Dat is geen verkeerd tasje. Wat brengt u op deze beurs vandaag? Interesse. Benieuwd wat er allemaal op de markt is vandaag nog op schilderwerk. Jullie hebben een nieuw product en dat promoten jullie vandaag of op deze komende drie dagen op de beurs. Welk product is het? Ja, we hebben inderdaad een nieuw product. Dat is onze Permaline Silicon 4SO. Dat is een gesiliconiseerde alkiethaas die toepasbaar is vanaf 0 graden tot 30 graden. En een hoge duurzaamheid kent met een hoge glansbehoud en kleurbehoud. En is het was het hard nodig? Was er veel vraag naar zoiets? Nou, de vraag in de markt is steeds meer van, we willen eigenlijk in alle seizoenen kunnen werken. En liefst ook met een product met een hoogste duurzaamheid. Ja, en ik durf hardop te zeggen dat wij de enige zijn op dit moment met een gesiliconiseerde alkiet met de hoogste duurzaamheid, langste glansbehoud en in alle jaargetijden en seizoenen toepasbaar. Ik heb een roller. Oh, je gadget. Een inzetketeltje met een sjaal, als het koud is natuurlijk. Oh, yeah. Ideaal. Een kwastje. Oh, jij mag mij ook een paar vragen stellen. Nee. Ja, dat maakt niet uit. Wat wilt u aan mij vragen? Ja, of je dit werk al lang doet. Ik doe dit al wel een aantal jaar. Doet u het werk al lang? Al 50 jaar. Al 50 jaar, goed. En wat brengt u op deze beurs vandaag? Een beetje ahoeren, lekker hapje eten. En voor de rest niet. U hoeft niks te weten over de vernieuwing in de branche? Ook niet, maakt me helemaal niet meer uit. Gewoon voor de gezelligheid? Nog 33 dagen, dan ga ik met pensioen. Oh. Dus wat maakt dat uit? Nog even lekker eten? Nog helemaal niks meer. Precies. Helemaal niks meer. Geniet ervan en fijn pensioen. Dankjewel. De Vos is een oud bedrijf, klopt? Ja, nee, we bestaan sinds 1905. Heeft heer Hendrik de Vos heeft de fabriek opgericht. Is dat je opa of je overgrootopa? Overgrootopa, ja. We zijn vierde generatie nu. En alle kennis wordt gewoon overgedragen? Ja, alle kennis wordt overgedragen. Van vader op zoon met name. En dus nu zit ik samen met mijn neef en nicht in het bedrijf. En hartstikke leuk, ja. En wat doen jullie de komende drie of deze dagen op de stand? Nou, natuurlijk onze verf promoten. En natuurlijk hartstikke goede verf, mooie verf. Jullie zien hier ons nieuwe product, de Glazol WSF grondlak. Is een watergedragen grondlak, ook goed te gebruiken als voorlak. Geeft een hele mooie volle laag, vloeit heel lekker. We plaatsen de kam diagonaal op de verf die we hebben aangebracht. Als je dat recht doet, dan ga je altijd met de vorige kwaststrepen mee. Dus dan heb je een vertekend beeld van de werkelijke laag die aangebracht wordt. We halen hem terug en we kunnen dus zien dat eigenlijk die puntjes allemaal met blauwe verf nat zijn geworden. Dus er zit een laagdikte op die minimaal 125 micron is. Voldoende om een mooie vloeiing en een goed eindresultaat te kunnen krijgen. Puurkleur is een onderdeel van de rostcoatings. En onder de naam Puurkleur voeren wij decoratieve producten. We hebben onder andere een stuk die heet Istinto. Alles wat in deze brochure staat is met één product gemaakt. En het bijzondere van het product is dat we met bijvoorbeeld één laag al een betonlook effect kunnen maken. Ik blader even door de brochure. Maar we maken ook effecten als bamboe. Een gespleten steen effect zoals dit bijvoorbeeld. En dat alles in één laag en eventueel gecombineerd met een metallic finish om er wat diepte en extra kleur aan te geven. Als we naar de verven gaan, dat is natuurlijk echt een kwasttechniek, hebben we bijvoorbeeld ook glitterverven, matte muurverven met glitters. En dan hebben we ons eigen roestproduct Oxido. En daar maken we dit soort effecten mee. Meneer, wat ziet u allemaal? Nou, ik zie nu de naam van mijn partner aan de achterkant. Oh, wat romantisch! Ja, dat vond ik eigenlijk ook. En ik ga nu een andere kleur maken. Ja, groen. En nou klik ik weer aan en doe ik een beetje rozig. Zo. Vindt u het leuk? Ik vind het heel erg leuk, ja. Heel bijzonder. Dit is echt heel dichtbij, komt dit. Wow, dit is echt heel bizar. Ja.